Hallo allemaal, mijn naam is Marcia Stolwijk en binnenkort geven zowel mijn collega Maaike Hofman als ik de specialisatiemodule oplossingsgericht coachen. Bij oplossingsgericht coachen neemt de coach vooral de rol aan van de niet wetende, nieuwsgierige gesprekspartner die onder andere door het stellen van de juiste vragen zorgt dat de cliënt zelf inzicht krijgt hoe zijn probleem opgelost kan worden. Vaak denken mensen dat je bij oplossingsgericht coachen dat je niet over problemen mag praten. Er mag zeker wel gepraat worden over een probleem. De kunst zit erin om vanuit dat probleem te komen tot datgene wat de cliënt veranderd wil hebben of wil bereiken. En taal speelt hierin een hele belangrijke rol. Door bijvoorbeeld al te spreken over nog te leren vaardigheden, zorg je gelijk al voor een heel stuk vertrouwen. In 3 lesdagen zoeken we de verdieping op rondom het oplossingsgericht coachen. Vanuit een theoretisch kader ga je vooral heel veel oefenen met verschillende technieken, waarbij de eigen praktijksituatie steeds centraal staat. Hierdoor ga je namelijk deze manier van coachen steeds meer eigen maken. Om alvast een paar dingen te noemen: problemen versus oplossingen, leren hoe je kunt herkaderen, nieuwe oefeningen rondom het werken met de schaalvraag. We gaan natuurlijk ook aan de slag met de wondervraag. Hoe zet je nou een oplossingsgericht coachtraject goed neer? En nog een aantal andere technieken. Wil jij als coach meer doen van wat er werkt? Dan hoop ik dat ik je nieuwsgierig genoeg heb gemaakt om een kijkje te nemen op de website voor de trainingsdata. Wellicht komen we elkaar dan tegen op een van de trainingslocaties in Utrecht of Amsterdam. Tot gauw!